Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar mijn procesvideo van week 10, inmiddels alweer van 2017. En we zitten inmiddels in maart, dus het jaar gaat snel vind ik. Ik ben een beetje verkouden, dus het kan zijn dat jullie dat horen. Of af en toe ik eventjes een beetje aan het snotteren ben. Mijn excuses alvast daarvoor, mocht dat zo zijn. Ik heb deze keer ervoor gekozen om toch mijn hele layout te laten zien. Ik ben nog steeds een beetje aan het kijken van wat is nou het handigste voor mezelf en voor jullie met die video's. En ja, ook mijn werkplek. Ik heb eigenlijk gewoon net een beetje te weinig ruimte om... de hele layout past zowel in 12x12, maar ik heb dan niet heel veel ruimte meer om de kaartjes te bewerken, zeg maar. Maar ik heb nou dat dingetje wat eronder ligt, die... ja, dat is eigenlijk een placemat, gewoon een heel groot placemat, die hebben ze bij de Action. Dat is voor kinderen. Ze hebben allerlei verschillende met allerlei afbeeldingen erop. Hier staat een of andere doolhof op. En die heb ik gewoon omgedraaid, waardoor je dus gewoon een witte achtergrond krijgt. En die is ook een beetje glad, waardoor ik daar ook wel fijn op kan werken. Maar ja, ik wilde voor jullie toch, voor mezelf vind ik het altijd fijn als ik de hele layout kan zien als ik aan het werk ben. Dus ik heb het deze keer zo gedaan en ik had vorige week op de tweede helft van de spread een muziekje gezet. Maar toch wel van wat mensen begrepen dat niet iedereen dat prettig vindt. En de mensen die zoiets hebben van nou ik hoef niet per se naar al het geklets te luisteren. Die kunnen er natuurlijk voor kiezen om het geluid uit te zetten. En dus heb ik maar besloten om toch gewoon weer lekker de hele video vol te kletsen. Het is er wel weer een van 30 minuten. Ja, ik denk echt jongens dat ik daar gewoon niet minder ga krijgen. Dat zal een keer misschien 25 zijn. Maar ik maak gewoon een dubbele spread op. Of een hele spread, een dubbele layout op 12x12. Dus ja, ik ben er gewoon ook eventjes mee bezig. Dus voor de mensen die houden van korte video's, mijn excuses. Maar je kunt natuurlijk ook als je de eerste helft kijkt of zo. Dan aan het eind dan. Dan heb je wel veel gezien, omdat ik heel veel technieken die ik links toepas, rechts ook toepas. Dus in die zin komt er dan ook wel heel veel terug. Nou, ik heb inmiddels alweer wat spullen verzameld. Ik heb deze keer een spread met allemaal neutrale kleuren. En daardoor blijft hij uiteindelijk toch wel best wel rustig. Want ik heb wel toch weer wat mixed media technieken hier gebruikt. Niet heel veel. Voor mijn doen, maar ik ga op een gegeven moment toch een beetje met distress inkt aan de slag. En met stempels en zelfs met crackle paint. Het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan, denk ik. En ja, normaal gesproken dacht ik, daardoor wordt het ook weer sneller wat drukker. Wat ik probeer te voorkomen, maar in deze spread vind ik dat niet het geval. Ik heb het wel subtiel gehouden en omdat ik allemaal neutrale kleuren gebruik... ja, kan het ook niet heel snel heel druk worden, denk ik. Ik vind het wel een leuke layout geworden met deze kleuren. Ik heb die een paar dingetjes die ik net al uitgeknipt heb. Deze knipveldjes, dat zijn ook woordjes die ik zelf gemaakt heb. Maar die andere dingetjes die ik me net zo uit zag knippen, die vlaggetjes en zo, met dat knipveldje en die journaling tags, zie je daar rechts liggen in beeld. Die heb ik ook zelf ontworpen. En die... een deel daarvan staat ook op Pinterest als freebie en heb ik ook gedeeld via de Facebookgroep. En ze zijn weer erg makkelijk, al zeg ik het zelf. Mijn stash gaat op deze manier natuurlijk niet echt op. Als ik iedere keer, het is voor mij heel makkelijk om, als ik een layout af heb, om dan nog eventjes te kijken wat ik daar mooi bij vind passen qua kleuren en daar wat voor te maken. Dan ben ik natuurlijk snel, dan weet ik zeker dat het past. Maar dat betekent wel dat ik iedere keer nieuwe dingen gebruik en dat ik niet echt door mijn stash kom. Dus even kijken wat ik daarvan vind. Hier zag je me net met de stress inkt gewoon even heel simpel de randen wat bewerken. Dat is de kleur antiek linnen. En dat is een beetje, past mooi wel bij deze spread, omdat die lekker vintage is. En die kleur die past daar goed bij. Het is wel een beetje tegen het gelige aan. Wat ik niet echt vond passen. Dus ik werk het dadelijk om die reden ook nog een beetje met crackle paint. Dat is gewoon een witte verf eigenlijk. Acrylverf. Maar die van Ranger is dat. Dat is wat ik nu pak.
En het heet ook crackle paint. En dat is omdat als het opdroogt, dan gaat dat een beetje barsten. Dus dat geeft wel een leuk effect. Maar de reden dat ik het nu gebruikte was eigenlijk met name om dat iets minder, kaartje iets minder gelig te laten zijn. En meer, ja, gewoon meer dat beige wat in de rest van de spread terugkomt. En dat lukt wel aardig eigenlijk. Ik heb nu dus besloten om die craft sheet gewoon erbij te pakken als ik iets met mixed media of zo van plan ben. Zoals je me net zag doen. En dat, op zich gaat dit wel. En, ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar ik vind het zelf wel erg prettig om gewoon voortdurend de hele layout te zien. Punt 1 om te kijken hoe dat ik dingen gewoon in balans kan brengen met elkaar. Maar ook omdat ik soms gewoon dan op twee kanten tegelijk kan werken. Als ik een bepaald stickertje of zo of een vormpje links niet wil gebruiken, dan kan ik hem wel rechts neerleggen van nou die zou daar dan misschien passen. En in mijn vorige video's was de rechterkant bedekt. Of ja, de kant waar ik niet aan werkte was bedekt. Dus dan, dan ging dat niet. Dus dan moest ik echt op de volgende kant of de volgende layout weer helemaal opnieuw beginnen, zeg maar. Dus dit werkt op zich wel prettig. En ik heb net zo'n heel klein stukje daaronder om mijn werk te doen. En als ik meer wil doen of echt eventjes met mixed media aan de slag wil, pak ik mijn craft sheet erbij. Dus ik denk dat dit wel prima gaat werken voor mij. En die placemat is dus ook wel aan te raden, want het is natuurlijk heerlijk goedkoop. Daar houden we van, want heel veel materialen zijn al duur genoeg. En als deze beschadigd of vies wordt of wat dan ook, dan ga ik wel even naar de Action. Dus dat is ook wel fijn. En het schijnt wel een beetje door wat er aan de achterkant te zien is. Dus het is niet helemaal wit, maar goed, dat nemen we dan maar voor lief. Ik vind het zelf wel fijn om op een witte achtergrond te werken. Omdat je dan toch goed... ja, goed, de kleuren en zo die je gebruikt terug ziet komen. Nou, dus ik ben gewoon lekker een beetje bezig met wat dingetjes erbij te plakken. Ik heb die tekstlabeltjes ook zelf gemaakt. Die komen trouwens uit de septemberkit. Dus die had ik al gemaakt. Die uit de septemberkit van vorig jaar. Ik heb alleen de teksten veranderd. Maar die labeltjes op zich, die had ik al. Maar die vintage... Ja, het is echt een beetje vintage lettertype en ook het hele design is eigenlijk vintage. En dat paste heel goed bij deze spread. Dus die dacht ik, die kan ik wel eens aanpassen voor deze spread. Dus dat heb ik gedaan en die ben ik her en der bij de foto's aan het plakken waar ik ze voor bedacht had. En dan doe ik er een klein stukje washi tape onder. Dan zie je eigenlijk dadelijk op heel veel stukken van de spread terugkomen. Of op heel veel kaartjes. En dat... ziet er wel leuk uit. Dus ik ben weer niet helemaal niet ingewikkeld bezig deze week met qua decoratie. Ik hou het weer redelijk simpel met wat knipvellen dus. En wood veneer gebruik ik wel weer deze week. Wat ik altijd probeer om ook goed over de pagina te verdelen. Verder dus wat mixed media technieken en stickers natuurlijk. Hoewel stickers ik volgens mij niet heel veel gebruik, want ik gebruik vooral mijn eigen knipvelletjes. En washi tape dan natuurlijk. Hier ga ik eventjes deze kaartjes ook bewerken met diezelfde inkt, want dat zijn de kaartjes die heel wit zijn. En normaal gesproken vind ik dat heel mooi, alleen in deze spread kon ze iets meer kleur gebruiken. Deze twee kaartjes die ik nu bewerk, die heb ik zelf gemaakt, zelf ontworpen. En die staan ook op Pinterest als freebie. Die zijn wel heel leuk, omdat ze dus gewoon verder helemaal wit zijn met een zwarte tekst. En daar kun je vervolgens qua bewerken mee doen wat je wil. Of je houdt ze gewoon zo, als je echt voor een lekkere, simpele look gaat. De teksten zijn vrij algemeen, dus ze passen eigenlijk nogal snel in een bepaalde layout. Ja, die, met die distress ink doe ik met zo'n inkblending tool. Die heb je van Ranger in twee verschillende maten. Je hebt zo'n grotere rechthoekige, zeg maar. En je hebt zo'n kleine ronde. En die kleine ronde vind ik zelf heel prettig werken op, voor pocket pages in ieder geval. Omdat je vaak nog op kleine kaartjes werkt. Dan zijn die andere best wel groot.
Maar ik had alleen geen schone meer. Dus daar kan er ook wel aan liggen dat die kleur iets te gelig was. Omdat dat sponsje wat ik daarvoor gebruikte, daar zat nog een beetje leftover op, zeg maar, van een vorige inkt die een beetje groenig was. Groen-gelig ook. Dus ik moet die even wat nieuwe hebben. Het is wel goed om per kleur een ander sponsje te hebben. Voor de rest is het een kwestie van eroverheen, vanaf de buitenkant werk je naar binnen, zeg maar. Dus je werkt vanaf je werkblad of je craftsheet of waar je dan ook op werkt. Daar begin je eigenlijk op en wrijf je zo naar binnen toe op het kaartje. Dat zag je me net ook doen. Dat is wel een beetje lastig voor mij nou, omdat ik die twee foto's aan elkaar laat zitten. Als ik twee foto's heb van 3 bij 4 inch, die laat ik aan elkaar zitten en dan krijg ik eigenlijk één grote 4 bij 6 inch. Maar ik bewerk de foto's of kaartjes vervolgens wel als kaartjes die apart van elkaar staan. Dus het is wel lastig om dan in het midden, daar in het midden met die inkt te werken. Maar op zich ging het redelijk, moet ik zeggen. Hier wil ik even een klein stempeltje bij zetten. Vind ik het leuk om die iets meer eruit te laten poppen door daar ook gewoon een rondje nog uit te ponsen en eronder te doen. En die bewerk ik ook nog een beetje met die inkt. Er zit gewoon nog op op dat sponsje zit daar gewoon nog wel een beetje op. Dus dat is makkelijk om die gewoon even te laten liggen en zo nog even snel kleine dingen mee te bewerken. Het stempeltje gaat niet helemaal goed. Er zitten vele witte stukjes in, zeg maar. Maar als je eenmaal een stempel gezet hebt, dan is het wel vrij makkelijk om die met... ik had nou gewoon even een pen gepakt om die verder in te kleuren. Want de vorm is natuurlijk dan wel duidelijk. Dus dat is meestal wel op te lossen als je niet helemaal goed stempelt. Nou, hier ga ik met het weekkaartje aan de slag. Ik vind het wel leuk om... ik heb deze spread geen enamel dots of van die plakparels of zo gebruikt. Vind ik ook wel een keertje leuk, want ik merk wel dat ik, als ik het allemaal zo een beetje simpel en snel wil doen, dat je wel heel vaak dezelfde materialen gebruikt. Ja, op zich zien alle spreads er wel leuk uit, maar ik vind het dan zelf een beetje saai worden of zo, als ik in iedere spread dezelfde materialen ga gebruiken. Dus ik wilde deze keer dat niet gebruiken, maar om wel wat dimensie toe te voegen, voeg ik wel twee van die buttons toe. Of van die breads eigenlijk. En dat geeft wel een leuk effect. En ik had er toevallig ook twee gevonden die qua kleuren heel goed pasten bij deze spread. Dus daar ben ik wel blij mee. En verder heb ik in deze spread natuurlijk ook wood veneer, wat ook de dimensie toevoegt. Mijn chevron pons erbij. Die is favoriet. Eén van de favorieten. Ik heb er meer. Maar sowieso zijn bij mij ponzen wel echt favoriet. Ik ben toevallig nou aan het kijken of dat ik nog wat meer ponzen kan vinden die ik makkelijk kan gebruiken. En ik heb eindelijk een pons gevonden met een pijl. En dat is echt... ik had er al eerder eentje gevonden, maar vervolgens kon ik niet vinden waar ik die dan kon bestellen. Dus die heb ik dus ook nooit kunnen bestellen voor de webwinkel of voor mezelf. En nou heb ik er eentje gevonden van Fiskars. En dat is volgens mij best wel een grote, ik moet nog even kijken. Maar of dat het wel echt is wat ik denk dat het is. Maar als dat het is, dan ga ik die wel zeker bestellen. Voor de webwinkel en voor mezelf, want... ik gebruik heel veel pijlen en zo. En nou gebruik ik eigenlijk iedere keer die chevron pons. Omdat die, dat is makkelijk natuurlijk als je die hebt. En ik heb niks anders. Ja, ik heb ook die grote 2-point flag pons van EK Succes. Waar je ook weer grotere van die pijltjes of chevron dingetjes mee kunt maken. Wat je me al wel eerder hebt zien doen in verschillende layouts. Maar de pons die ik dus nu gevonden heb is echt gewoon een pijl. Dus daar... ga ik zeker achteraan, want dat is voor mij in ieder geval zou dat wel een uitkomst zijn om die erbij te hebben. Net het weekkaartje ben ik bezig geweest met een stempeltje. Ik vond dat er nog wat meer bij moest en ik wist toen ik het weekkaartje begon nog niet zo goed hoe ik het ging doen. Ik dacht eigenlijk alleen in de hoekjes een paar van die rondjes te stempelen, maar dat vond ik niet helemaal mooi. Dus heb ik uiteindelijk toch best wel veel van die rondjes gezet
op dat kaartje. En die andere twee witte kaartjes, die ja, vind ik dat het dan een beetje terug moet komen. Daar hou ik het wel in de hoekjes. Geeft dan een leuk effect, die rondjes. En heel simpel natuurlijk. En toch lekker een beetje gestempeld. Dus toch een beetje aan mijn behoefte kunnen voldoen om met mixed media en zo bezig te zijn. Ik merk toch dat dat ja, een beetje blijft kriebelen. Nou heb ik deze week trouwens, ja, is wel tot en met zondag vastgelegd. Want die laatste foto rechts onderin, dat is op zondagochtend. Maar wij zijn afgelopen zondag ook naar de Efteling geweest. Of eigenlijk de zondag daarvoor is het inmiddels alweer. En daar heb ik natuurlijk heel veel foto's van. Nou had ik mezelf voorgenomen om echt maar één spread per week te maken. Maar de Efteling vind ik wel zo bijzonder dat ik daar een aparte layout van wil maken. Of een aparte spread eigenlijk. En omdat dat op zondag is, kan dat natuurlijk ook heel makkelijk. Dus dan ga ik gewoon hierna, na deze spread komt dan gewoon een hele volledige spread van de Efteling. En dat komt daarna week 11 gewoon. Dus dat vind ik wel leuk. En ik had ook wel zoiets van, hey, dat is wel een goeie voor mij. Omdat ik ja, toch wel een beetje aan het kijken ben van hoe kan ik het voor mezelf ook wel leuk houden. Dat het niet allemaal te veel een routineprocesje wordt. Dacht ik, oh, als ik dan die layouts, of die specialere layouts, zeg maar, ja, dan eens probeer wel gewoon echt iets anders te doen. Of wat nieuwe technieken te proberen. Of wel wat meer met mixed media te werken, of wat dan ook. Dus dat ga ik voor de Efteling spread zeker doen. En die hoeft dan ook niet deze week af. Dat kan ook een keer gewoon als ik daar tijd voor heb. Hoewel ik er wel een beetje mee bezig ben, want dan kriebelt het dan ook natuurlijk wel. Om daarmee aan de slag te gaan. Maar voor de Efteling kan het dan. En binnenkort is mijn dochter jarig. Zou dat ook kunnen voor dat soort dingen. Of van vakanties of weekendjes weg. Dat ik daar dan toch een aparte spread van maak. Zonder inserts. Maar echt een aparte spread. Waarbij ik dan lekker los kan gaan met allerlei dingen die ik uit wil proberen. Dat kan ik dan mooi doen als ik daar tijd voor heb. Ja, ondertussen zie je mij natuurlijk gewoon van alles doen op video. Ik ben meer over andere dingen aan het kletsen, heb ik het idee. Maar ja, het is vooral kijken wat waar past. En ik pak iedere keer die knipvelletjes erbij, want daar werk ik gewoon het meeste mee, deze spread. En ja, dan is het een kwestie van een beetje schuiven, kijken waar wat het beste past. Mijn journaling natuurlijk verwerken. Ik heb altijd wel journaling kaartjes waar ik veel tekst op zet en ook dagen op verschillende dagen gewoon notities op verwerk. Alleen soms is het ook wel leuk om dan op de foto zelf ook nog een ja, gewoon in steekwoorden wat dingen bij te zetten van waar je mee bezig was. Maakt het dan toch wel iets duidelijker, vind ik. Zoals jullie zien moet ik nog steeds op zoek naar een andere taperoller. Lijmroller bedoel ik. Ik heb daar nog steeds mijn Hema fotolijmrollertje voor. Maar ik ga daar iets anders voor zoeken. Omdat ik toch wel vaak hoor dat die fotolijm ja, dat het niet jaren en jaren blijft zitten. Dat is natuurlijk mijn grootste angst. Dat daar ik over 10 jaar alles los zit. Dus... Maar ik heb het nog niet gevonden, dus ik dacht, ja, één spread meer of minder maakt dan ook niet meer uit. Dus ik ga toch eventjes nog hiermee verder, maar ik ga daar wel echt naar kijken. Inmiddels ben ik... links bijna klaar, nog niet helemaal. Er liggen nog wel wat dingetjes los, maar kan ik dus ook al vast rechts verder gaan. En dat vind ik wel echt fijn dat ik niet eerst links helemaal af hoef te ronden, maar dat ik ook gewoon ja, tegelijkertijd rechts erbij kan pakken. Want ik heb ook het idee dat daardoor wel iets sneller gaat. Nou ga ik weer even links dat hartje vastzetten. Het is gewoon fijn, vind ik, om de hele layout te zien. Het overzicht heb je dan meer. Ik zie wel eens procesvideo's van mensen die dan
wel in eerste instantie de hele layout uitleggen, maar vervolgens iedere keer per kaartje het gaan verwerken en dan of bewerken, decoreren en vervolgens pas weer op het eind, als alles klaar is, dan leggen ze alles weer in de hele layout, zeg maar, of in de spread. Maar dat zou ik echt niet kunnen. Ik vind het echt fijn juist om continu te blijven kijken, ook om de balans te vinden van wat is mooi om waar bij te plakken, welke kleuren zou ik hier terug kunnen laten komen. Dat ja, voor mijn gevoel is dat ook wel nodig om te kunnen zien of dat je het allemaal een beetje in balans houdt. Dus voor mij werkt dit wel fijn. Nou, daar doe ik ook zo'n half journaling rondje. Lekker makkelijk zijn die. En het ziet er ook leuk uit, vind ik, om zo net aan de zijkant van een foto zo'n half rondje te plakken met wat tekst. Dus die ga ik rechts ook nog een paar bij plakken. Hier maak ik ook nog een klein ondergrondje met die crackle paint van Ranger. Gewoon om ook om dat terug te laten komen en om daar een beetje net iets meer detail toe te voegen op dat kaartje. Moet natuurlijk heel eventjes drogen, dus dan laat ik het weer even zo liggen en dan kan ik daar dadelijk mee verder. Ja, voor de rest doe ik gewoon veel hetzelfde eigenlijk. En dat is ook alleen maar goed, want dat betekent ook dat dan ja, dat ook de balans behouden blijft. Als je op ieder kaartje wat anders gaat doen, dan wordt het natuurlijk ook snel drukker. En ik was met deze spread ook wel weer lekker snel klaar, moet ik zeggen. Een paar uurtjes zo, een avondje. En dat vind ik ook prima om gewoon één keer in de week lekker een avond heerlijk creatief bezig te zijn. Dat is nou juist de hobby natuurlijk. Ik hou mezelf ook vooralsnog lekker op schema dit jaar. Dat vind ik ook wel prettig. Hier ga ik die chevronnetjes opplakken. Die heb ik geponst. Die laat ik een beetje over de twee kaartjes niet een beetje, gewoon helemaal over de twee kaartjes heen vallen. Vind ik ook altijd wel leuk om dat een paar keer terug te laten komen. Als ik eraan denk, want ik denk daar niet altijd aan dat dat een optie is. Maar als ik eraan denk, vind ik dat ik vind dat in het eindresultaat altijd wel heel leuk eruit zien. Als je zo over meerdere pockets werkt, zeg maar. Of over meerdere kaartjes in ieder geval. Hier maak ik weer een mini clustertje met een hartje erbij. Ik heb hier later, dat zie je nog wel op de foto, heb ik daar nog een sterretje aan toegevoegd. Dat is het hondje van mijn schoonmoeder, die vroeger van mijn vriend is geweest ook. En die is overleden vorige week. Die was al oud en ziek. Maar we hebben tegen mijn dochter verteld, die bijna 3 is, dat het een sterretje is geworden. En heb ik samen met haar daar nog een sterretje bij geplakt. Dat vond ik wel een bijzonder moment, want ze was er toch wel erg van onder de indruk. Wij ook natuurlijk, maar dat was eigenlijk de eerste keer dat we zoiets meemaakten bij haar dichtbij. Dus dat we moesten nadenken echt over hoe vertellen we dat. Wat gaan we vertellen, wat vinden we daar zelf van. Nou, uiteindelijk hebben we wel verteld dat hij dood is. Dat benoemt ze ook zo, maar toch wel ook dat het een sterretje is geworden en dat ze daar 's avonds naar kan kijken en kan zwaaien en zo. En dat vond ik wel mooi om dan bij dat clustertje ook nog een sterretje te plakken.
Dan heb ik daar de tekst Cherish bij. Vond ik er wel heel mooi bij passen. En dat is natuurlijk ook wel echt het voordeel van als je jezelf je woordlabeltjes maakt, zeg maar. Dat je ook echt per spread kunt bekijken wat je erbij wil plakken. Welke teksten, want ja, als je die in de bestaande stickervellen moet zoeken, dat is natuurlijk veel makkelijker en soms ook wel mooier. Deze zijn, vind ik zelf, al zeg ik zelf, best wel leuk, maar ja, dan moet je wel zin in hebben om dat zelf te gaan maken. Maar ja, het is wel heel makkelijk als je je eigen teksten kunt kiezen, want soms is het echt wel even zoeken op zo'n stickervelletje van welke tekst zou hier nou bij passen. En nou heb ik dus echt van tevoren de spread bekeken en mijn teksten daarop aangepast, dus dat is wel super fijn. Hier wil ik nog het woordje Gizmo erbij plakken, want zo heette het hondje, maar die had ik niet meer in die zwarte alfabetstickertjes. Altijd wel een nadeel, dat volgens mij heb ik daar geen Z meer van, omdat ik vaak in mijn album van vorig jaar gebruikte ik heel vaak die techniek waarbij je het kaartje om kon draaien en dan dat er dan op de achterkant ook nog iets stond. En dan maakte ik een tapje en dan zette ik dan ZOZ op met die alfabetstickertjes. Of ja, ook andere alfabetstickertjes, maar deze dus ook. Dus heb ik geen Z meer. Dus, en volgens mij zaten er ook al geen A's meer in. Want bij die linkerkant daar heb ik IKEA geplakt. En daar had ik geen kleine A meer of zo. Dus dat heb ik ook al door elkaar. Vind ik altijd wel vervelend van de letterstickers. Dat je dan ja, op een gegeven moment uit de meest gebruikte letters bent. En dat je dan eigenlijk iedere keer moet kijken of dat je nog wel iets kunt spellen wat je zou willen spellen. Maar goed, ik heb nou gewoon andere alfabetstickers gebruikt en dat is ook prima natuurlijk. Nou, volgens mij ben ik er zo dadelijk een heel eind. Dit klussertje plak ik nog even dat het labeltje op. Het komt ook uit een septemberkit knipvelletje. Die er ook mooi bij paste. Zet ik nog even een korte tekst bij. Hier is even twijfel of ik het pijltje wel of niet over de kaartjes wil laten vallen. Maar dat doe ik toch wel. Wat journaling erbij. En dan vind ik hem klaar volgens mij. Zo leg ik alles weer even netjes recht. Kijk ik altijd nog even naar het geheel of dat ik ergens nog iets mis. En dan besluit ik, oh ja, hier inderdaad nog een zo'n klein geponst hartje bij te plakken. Heel klein detail, maar het voegt al net even wat meer toe daar. En dan is hij volgens mij klaar. Ja, nou dit is hij geworden. Dus ik ben er weer blij mee. Weer een week in mijn album. Nou, wat lekkere, wat leuke technieken kunnen toepassen, ook al is het simpel. Hier zie je een beetje dat effect. In het echt zie je het nog iets meer, hoor, maar dat effect van die crackle paint. En hier ook van de distress inkt op die kaartjes. Nou, super bedankt voor het kijken weer. En dit was-ie. Tot een volgende keer, hoop ik. Doei!